bij een nieuwe video. Je zult misschien wel denken, hebben we jou niet vorige week ook al gezien? En is het niet Daphne's beurt? Ja, dat klopt. Maar er is helaas iets misgegaan met de video van Daphne. Dus moeten jullie daar nog eventjes op wachten en het vandaag met mij doen. Aanstaande zaterdag is het Valentijnsdag. En hoewel ik zelf eigenlijk helemaal niet zoveel met Valentijnsdag heb, want ik vind het behoorlijk commercieel, kwam ik nu een Valentijns tag tegen die ik zo leuk vond dat ik dacht, nou, laat ik hem toch maar doen. En dat is de Valentine Book Tag. En het zijn 10 vragen met betrekking tot de liefde en natuurlijk boeken. 1. Een standalone boek waar je van houdt. Ik vond dit best wel een lastige, omdat ik eigenlijk heel weinig standalone boeken heb. Ik heb eigenlijk bijna alleen maar trilogieën en series. Maar toen zag ik er eentje in mijn kast staan waarvan ik dacht, ja, die moet ik natuurlijk kiezen. En dat is The Fault in Our Stars van John Green. Ik bedoel, ja, wie houdt er nou niet van dit boek? Ja, ik kan hier verder niet zo heel veel over zeggen, denk ik. Ik denk dat het wel voor zichzelf spreekt. Dit is gewoon een fantastisch boek en vandaar dat ik hem gekozen heb. 2. Een dystopisch boek waar je van houdt. Met deze speel ik een klein beetje vals. Ik kies namelijk voor 1000 stukjes van jou van Claudia Gray, als ik het goed uitspreek. En ja, eigenlijk is dit niet helemaal dystopisch, maar iets meer sci-fi. Maar ik wil hem toch kiezen omdat ja, ik heb het afgelopen week heb ik dit boek uitgelezen. En ik was hier zo door onder de indruk. Sowieso deze cover, ja, ik bedoel, hoe kun je daar niet van houden? En als dan de inhoud ook nog eens super goed blijkt te zijn, ja, dan weet je het wel. Het is moeilijk om uit te leggen waar dit boek over gaat. Het is namelijk best een ingewikkeld verhaal, maar het is echt een goed boek en ik raad iedereen dan ook aan om dit boek te gaan lezen. 3. Een boek waar je van houdt, maar niemand het eigenlijk over heeft. Nou, dat is voor mij Lockwood & Co. van Jonathan Stroud. Het eerste deel, De Schreeuwende Wenteltrap. Dit is een boek dat ik afgelopen jaar heb gelezen en ik werd hier super enthousiast van. Ondanks dat ik van tevoren dacht dat het niet helemaal een boek voor mij zou zijn. Ik heb wel een aantal mensen over dit boek gehoord, maar eigenlijk veel te weinig. En dat vind ik jammer, want ik vind het echt een supergoed boek. En ik zou dan ook zeggen dat meer mensen dit boek zouden moeten lezen. Want het is echt heel goed. Dus die. 4. Favoriete boekkoppel. Ook over deze moest ik iets langer nadenken. Maar ik ben uiteindelijk gegaan voor het boek Voor Jou. En dan bedoel ik natuurlijk het koppel Will en Louisa. Dit is sowieso een van mijn meest favoriete boeken ooit. Echt, dit is zo'n boek. Weet je dat ik echt iedereen probeer aan te smeren? Dat ik tegen iedereen zeg van, oh, dit moet je lezen. En het is me inmiddels al wel gelukt dat een aantal mensen in mijn omgeving dit inderdaad gelezen hebben. En het ook inderdaad goed vinden. Maar ja, buiten dat ik dit gewoon een heel sterk boek vind, vind ik het koppel. Will en Louisa zijn gewoon heel, heel leuk samen en ook heel apart. Het is een aparte combinatie en ja, het is gewoon heel erg leuk. 5. Een boek waar andere mensen van houden, maar waar jij nog niet aan toegekomen bent. Deze was een makkie en dat is Vuur en As van Sabah Tahir. Ik heb hier ontzettend veel goede dingen over gehoord en ik ben er zelf nog niet aan toegekomen. Maar ik ben van plan om dit boek, ja, om er vandaag in te gaan beginnen. En het is daarnaast ook gewoon een hele mooie hardcover, dus ik ben benieuwd of ik het net zo goed gaat vinden als iedereen. Dus we zullen zien. 6. Een boek met een rode cover. Ik dacht eerst, shit, een rode cover, dat is wel lastig te vinden. Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel boeken met rode covers in mijn kast staan. En toen keek ik op mijn nachtkastje naar het boek wat ik op dat moment aan het lezen was. En dat is Simon versus de verwachtingen van de rest van de wereld van Becky Albertalli. En die is rood. Dus ik heb gekozen voor deze. Ik heb deze gisteravond in één ruk uitgelezen. Ik ben s'avonds begonnen en aan het eind van de avond had ik hem uit. Ik vond het niet een heel goed boek, maar wel een lekker boek voor tussendoor. Dus die. En dan een boek met een roze cover. En ook dit vond ik best lastig. Roze covers staan niet echt in mijn kast. Een paar maar. En eentje daarvan is De IJzerkoningin van Julie Kagawa. Dit boek heb ik nog niet gelezen, dus ik kan er ook niet zoveel over vertellen. Maar hij is roze. Vraag 8.
van welke fictional boyfriend zou je wel een doos chocolade willen krijgen? Nou, daar hoefde ik ook niet zo heel lang over na te denken. En dat is natuurlijk Four uit Divergent. Dat is toch wel een beetje mijn fictional crush. Dus ja, ik koos voor hem. Vraag 9. Je bent single op Valentijnsdag. Welk boek zou je lezen? Ik heb niet zozeer één boek gekozen, maar eigenlijk meer een genre. En dat is het New Adult genre. Ik vind het New Adult genre heel romantisch. En dus ook enorm perfect voor Valentijnsdag. Een paar voorbeelden. Misschien ooit van Colleen Hoover. Favoriet op het moment. Onverminderd van Rebecca Jarros. En Wacht op mij van Jennifer L. Armentrout. En de laatste vraag. Je bent in de boekhandel en wordt geraakt op een pijl van Cupido. Op welke nieuwe release zou je verliefd worden? En hier heb ik ook een simpel antwoord op. En dat is Glass Sword van Victoria Aveyhart. Ik heb gisteren Rode Koningin of Red Queen uitgelezen. En ik was heel erg enthousiast over dat boek. En ik kan eigenlijk niet wachten om in het tweede deel Glass Sword te beginnen. Dus vandaar dat ik voor die heb gekozen. En dat was dan alweer de Valentine Book Tag. Als je dit nu een leuke video vond, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En ik wens jullie natuurlijk allemaal een hele fijne Valentijnsdag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!